ik ben Mario Zandvliet. Ik woon in de Stationsweg in Heilo. Ik ben niet per se voor of tegen de afslag A9. Wat ik wel heel graag wil is dat er transparantie is op alle gevolgen en consequenties van de afslag A9. En dat er heel goed wordt onderzocht van wat de verkeersdrukte in het centrum van Heilo tot gevolg heeft. Dat wil ik echt benadrukken dat er zijn inderdaad. De verkeersdrukte zal anders geregeld worden. De verkeersstromen zullen anders geregeld worden. Maar er zijn ook knelpunten. En in de gemeente wil ik heel graag aankaarten dat de knelpunten met name heel goed worden onderzocht en dat ze in samenspraak met de bewoners dat aangaan om daar oplossingen voor te bedenken. Acties, hè? En daarnaast vind ik ook dat in de hele aanloop naar de A9 dat de inwoners van Heilo, in ieder geval kan ik namens mezelf spreken, dat ik heel weinig op de hoogte ben gehouden over de voortgang en alle voor- en nadelen en de consequenties van die afslag A9. Niet alleen de verkeers, en laat ik de financiën maar even achterwege, want daar heb ik niet zo heel veel van gegeten. Nou ja, ik gaf net aan dus dat ik in 1974 ben komen wonen op de Kennemerstraatweg. En dat was een goede keus. Geweldige plek waar ik heel blij woon. Maar het verkeer is alleen in de loop van alle jaren steeds drukker en drukker geworden. In mijn periode dat ik ben gaan wonen, werd tegen mij gezegd dat dat er een afslag ooit zou komen. Nou, dat ooit, dat is wel erg rekbaar geworden, want dat is tot nu toe nog steeds niet gerealiseerd. En ik zie elke dag het verkeer drukker en drukker worden. En wat mij betreft mag die afslag er liever vandaag dan morgen komen. Want het is gewoon bij ons echt bijna dagelijks feest. En dat is jammer. Want ik gun Heilo's een groene hart. Maar ik bedoel, we moeten allemaal wel willen in onze auto zitten. Dus laten we alsjeblieft gewoon met elkaar zorgen voor een oplossing. In goede harmonie. Nee, absoluut voor de afslag van de A9. 300 mensen hier, waarvan er misschien 30 in het Oosterbos wonen, dus direct omwonenden. Toch heeft iedereen daar een mening over. Ik zou het wat anders willen aanvliegen. In 1961, bij de aanleg van de A9, waren er 11 miljoen mensen. Inmiddels zijn we met een kleine 18 miljoen mensen. Dat betekent 66% meer mensen. En ook pak een beetje 4,5, 5 miljoen meer auto's. En die willen we allemaal over die nauwe straatjes van vroeger laten rijden. Ik vind dat je dat dorpen als Limmen en Akersloot niet aan kunt doen. Ik vind ook dat Heilo zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen om eigen verkeersafwikkeling, met name voor Heiloers, gewoon over eigen terrein moet laten lopen. Aan de andere kant, ik ben ook werkzaam voor ondernemend Alkmaar. Wij zien daar een heel nadrukkelijk belang voor een goede bereikbaarheid van het Boekelmeer. Als er geen ruimte is, geen bereikbaarheid, is er ook geen werk. Kunnen we ons ook niet profileren voor de gemeente Amsterdam. Kortom, om een aantal redenen, ik ben gewoon voor. En laten we mensen het Limmen en Akersloot ook eens tegemoet komen.